24 mei in Amsterdam met de wereldlegende Lucien Carbine. Hallo Lucien Carbine. Hi. Hoe is het? Ik zie je bent nu je vechter aan het inbinden. Ja. Hoe heet jij? Ik heet Aziz Khan. En jij moet straks tegen? Fatih Özkan. En dat is een tournament? Heel veel succes, ja? Lucien, kan jij ons alsjeblieft vertellen over de samenwerking met FFC en Pancration? Want ik hoor dat jullie nu samen gaan en ik zie dat het ook heel goed gaat. Ja, het gaat heel goed. Wij hebben nodige ruimte. Veel. Want onze oude locatie was afgebrand. En zijn we een tijdje gezwegen. En op een gegeven moment kwam het aanbod om samen te werken met Pancration. Het was een min of meer een gespreid bedje. En dus, en wij waren zwervers, Vondelpark en zo. Dus, maar nu zijn jullie geen zwervers meer hoor, want nu doen jullie... Nee, echt niet. Jullie doen nu echt... Nomaden. En hoe heet deze meneer die hier staat? Van Aziz Kalashnikov. Aziz Kalashnikov. En hebben jullie nog meer vechters vandaag vechten? We hebben een bosneger, dat is die daar. Een halve bosneger. Gino. En het staat wel, wordt zo gebracht. En Cedric. Welke Cedric? Cedric Bad Boy. Bad Boy. Bad Boy. Vroeger heeft hij in San Quentin gezeten. Daarom is hij Cedric. Hey, dat is gewoon TV. Dus jullie hebben Aziz. Jullie hebben Cedric vechten vandaag. Heet je? Oh, Gino, sorry. Ik zag je niet. Hoe is het? Je komt bij, hoor. Totaal drie vechters vandaag? Dus we hebben nog vier partijen. Nog vier partijen? Ja, hoeveel hebben jullie al gevochten vandaag? Volgens mij nog drie. Vier. Ja. Volgens mij hebben we zeven. En hoeveel hebben jullie al gewonnen als je nog kan herinneren? Eentje hebben we vanwege een blessure. En eentje hebben we net verloren. Oké. Nou, heel veel succes. Waar zitten jullie, Lucien? Waar zitten jullie, FFC? Amsterdam-Noord. Boven het ei. En wat zijn jullie lestijden? Wat voor les geven jullie? Eigenlijk slapen we thuis. We zijn de hele dag. Elke dag. Vanaf 11 tot 1. Ja. En pas s'avonds van 7 tot 8. Oké. Dus 11 keer per week doen wij thuis. Thaiboksen? Ja. Oké. Nou, heel veel succes. En we komen een keer langs. Hartstikke bedankt. Ja. Oes. Oes. We zijn hier bij Enfusion Live in Amsterdam. 24 mei. Met Gino Carstens. Waar is Utrecht? Aan het opwarmen. Ja, of in de pakkamer van FFC. FFC. Gino, tegen wie moet jij straks vechten? Tegen wie moet jij straks vechten? Abdel Mounim Mouya. Is het een tournament of is het een... Losse partij. Super fight. En hoe heet jouw trainer? Lucien Carbine is jouw trainer. En deze jongen? De hele zaal hier. De hele zaal hier. Is familie? Pancration. Forever. Pancration. Ja. En Franse. Gino, succes. Succes jongen. Amsterdam 24 mei met Fosjim Frans Lubbers. Frans, wat is hier met je vechten gebeurd? Niks gebeurd. Gewonnen of verloren? We hebben puntjes verloren, maar we hebben top geknokt. Ja. Hij wist gisteravond pas dat hij ging knokken. En dan staat hij dan. Ja, een van de hoofdpartijen te knokken. Oh, zo. Gewoon drie ronden lang ondergegeven. Nou, gaan we maar staan. Inderdaad. Hoe heet jij? Anwar, en je achternaam? Ga dan maar staan, petje afvoeren. Ik ben heel trots op. Goed zo. En hier hebben we... Hoe heet jij? Rachel Adames. Ja, en jij moet straks tegen? China Widdershoven of Van Widdershoven. Oké, is de eerste keer dat je tegen haar staat? Ja, Ben je klaar voor? Ja, ik heb er zin in. Is het ook hoe noem je dat, een kampioenschap? Of ja, gewoon voor een super... de wereldtitel. Oh, dat zei hij net toch al. Ja, het is voor de wereldtitel. Nou, heel veel succes in ieder geval. Goed. Hallo. Hij is de vader van Anwar Lamai. Papa, hoe is het? Ja, lekker met je. Ik hoor dat uw zoon zo vrij gezellig. Ik hoor dat hij zo goed gevoeld.
Wacht even. Ja, goed. Ja, ik hoorde het. Ik heb het in. Nog eentje. Hoe is het met jou? Pancreation. Ik word echt verward. FFC, Pancreation. Ik dacht dat het één familie was. Dat is geen familie. Hoe heet jij? Ik ben Mark. Mark? Met een C. Met een C. Pancreation of FFC? FFC, Pancreation. Zijn er twee, ze gefuseerd. Ja, weet ik. Het is een fuse. Oorspronkelijk FFC. Hij heeft net uitgelegd. Hé jongens, jouw vechter moet straks, of heeft hij? Jij moet straks vechten. Hoe heet jij? Aziz Kalam. Hij staat net daar toch, of niet? Ik wou net zeggen, hij staat toch net daar. Heel veel succes, jongen. Ik van naam gaan krijgen, man. Ik heb een andere naam. Bloem, of iets daarop zo. Bloem. Jongens, succes. Oes. Kalashnikov. We zijn hier in Fusion Live Amsterdam, ik had niet gelunder. Hij vertelde me net over WWE NXT en dat ik het moet kijken inderdaad. We zijn fan van pro wrestling, ben ik al 22 jaar, dat schaamt me helemaal. Mijn moeder ook. Ik hou van, sinds de tijd van Hulk Hogan, wat je kan het doen, brother, ik heb de hoogste scum voor jou. En nu zijn we in 2015 en ik volg hem nog wel steeds. Rodney! Ik zeg tegen Kevin Lee. Voorlop NXT is goede shit. Maar Rodney, voor de pro, ja, schat. Je zoon heeft net gevochten. Ik heb het gezien, dat was een knalpartij. De meningen verschillen over de uitslag. Nee. Laten we eerlijk zijn, schat. Ik ben een positieve jongen. Ik ben sportief. Hamza heeft gewoon mannen. Oké. Okay? Hartelijk gefeliciteerd, Hamza. Ik zal niks van jouw overwinning wegnemen. Ja, maar als je heel eerlijk bent. En als je de beelden terugziet, weet je dat je na drie rondjes hard verloren. Punt uit. Is duidelijk. Massaro in de eerste ronde, de tweede ronde wil ik je nog wel geven. De derde ronde krijg je 8 tellen. Wat moet je meer doen om te winnen? De vierde ronde krijg je omdat je met 100 man bent. Ja, en waarschijnlijk is Infusion geïntimideerd door al jouw mensen. God. Ik weet niet, Rodney. Maar ik heb het gezegd. Rodney Glunder. Maar hij heeft goed gevochten, Rodney. Beide hebben ze heel goed gevochten. Maar je moet gewoon eerlijk zijn. Rodney, even over jou. Ja, schat. Ik hoorde gisteren je naam nog op Eurosport. Het was Supercombo. En ze zeiden dat je een hele goede vechter bent. Ik had ook gebost. Ja, dat hebben ze hem ook genaaid. Maar ja, het maakt niet uit, schat.
Rodney vecht niet meer. Misschien een keer een veteranenport, dus wie wil. Wanneer ga je tegen Adje Smit? Nee, Adje is mijn grapje. Nee. Luister, als ik ooit nog een veteranenport vecht, moet ook tegen iemand zijn die het strikt. Laat je niet gek doen dat ik tegen mensen vecht die heel goed trainen, die ook een hele goede naam hebben. Adje is goed bezig, hij is goed bezig voor deze sport. En dat moet zo blijven. Laat de mensen niet gaan zeuren door die tegenuit. En hoe gaat het met... Is veel gelijk. Hoe is het met je show Glunderen met Glunderen? Glunderen met Glunderen even gaat goed. Sorry. Ik doe gewoon mijn ding. Donker, ja, schat. Ik ben donker, ik kan niks aan doen. Ik ben helemaal zwart. Hoe gaat het met je show Glunderen met Glunderen? Ja, wellicht. Het geluid is ook beter. Want je gaat weer door met je shows, maar je bent volop bezig. Ik zie je in films. Ja, klopt. Ik ben nu bijna 10 maanden bezig met mijn eigen webshow. Ik ben gewoon gestart. Ik werk bij de radio. Ik ben nu langzaam in de hele filmbusiness aan het rollen. Ik ben mijn eigen dingen aan het doen. Ik heb een eigen film geschreven. Heb ik een scriptschrijver voor gevonden. En zijn mensen geïnteresseerd. Dus wie weet. Ik zeg altijd van niks is onmogelijk in het leven. En ja, één ding, je bent wel entertaining, dus dat gaat goed ik komen. Ik doe altijd waar ik zin in heb. Ah! VIP ladies! Lekker Isis is dus Verbeek, en hoe heet die andere dame? Isis! Nee, nou Rodney, veel geluk, we gaan je volgen. Dankjewel. En je bent entertaining, daar houden we van. Doe gewoon je showtjes, doe gewoon je ding. Dank je. Wens iedereen een gezond leven toe. God is met jullie. Zeker. Allah is wat je ook wilde zeggen. Er is maar één God bij de weg. Zeker. We weten het allemaal. En ik wens iedereen nog goed en gezond leven toe. Zeker, bedankt. Blijf de sport en positief steunen, zo dat we groeien. Is goed. Oes! Boom! Even juichen, want ik... Ik ben gefeliciteerd. 24 mei in Amsterdam met Clyde Brunswijk. Hoe is het, Clyde? Goed. Je hebt net gevochten? Yes. Ja, de partij was niet zo heel erg goed. Ik had meer moeten doen, maar ja. Yeah. Tegen wie heb je gevochten? Even kijken. Tegen Ibrahim Albestati. En je hebt verloren op punten? Ja, dat was mijn eigen schuld. Ik had meer moeten drukken. En, Oh, VIP! VIP Amrani! Ja, en pas derde ronde kwam ik pas... Ik heb het helaas niet gezien, dus... Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit, je bent toch ook klaar. Maar wanneer is je volgende partij? Volgende is 27 juni in Almere Haven. Tegen Henry... Superpiele ringman. En dat is voor Ringstar? Ja, Ringstars event. Oké. En daar vecht ik 5x3. 5x3, ook voor de titel? Ja, 5x3 voor de Nederlands titel. Zo. Yes. Wordt weer vuurwerk. Big passie. Dus komen allemaal kijken. We komen allemaal kijken. En kom ons supporten. Doen we zeker. En, jullie kunnen altijd vuurwerk van ons vochten. Zeker weten. Hey, yes. Succes. Woes. Your big applause for Fatih Özkan and Aziz Kala. Hello.
in my way of knockout. Ladies and gentlemen, Rachel and Diamond! Well, this card is scheduled for 5 rounds of 3 minutes. The Infusion World Title Fight, ladies and gentlemen, is sponsored by www.nico.nl. Met deze vechter gebeurd? Ze heeft ook net gevochten? Ja, Rachel heeft een wereldtitel net gevochten in Fusion. Ik heb het gezien, ja. Tegenstander was goed. Een beetje ringroest. Ja. Bijna 2 jaar. Was dat het? Oké. Okay. Eigenlijk invalpartij ook, 2 weken geleden. Is ook voor die andere meid. Ja, want die hele partij is aangevallen. Dus ze hebben allebei pas geleden gehoord dat ze moeten vechten. Dus wat dat betreft wikkel allebei dat ze er staan. Zeker, respect, je hebt wel goed gevochten. Ik heb al bijna 2 jaar niet in de ring gestaan. En dan merk je toch dat het een beetje in de benen is gaan zitten. Oké, nou dat gaat goed komen. Daar gaan we goed komen. Natuurlijk, we gaan op naar de volgende ronde. Waar is de volgende Frans? We hebben nog niks nog niet. Okay. Maar we gaan zo snel mogelijk wat plannen. Want in principe weinig blessures, althans dat moet nog blijken, maar op het eerste ook weinig blessures. Dus ik denk dat we binnenkort weer knallen gaan. Oké, okay, ik hou je in de gaten op Facebook en dan horen we het wel, ja? Hoes. Amsterdam met Nicky Holsken. Nicky, hoe is het met je? Goed, hersteld. Ik ben aan de winnende hand weer de laatste weken en maanden. Dus, je hebt veel gebokst, hè? Veel gebokst, ja. Veel gewonnen. Ik heb het gelezen, ja. En je vertelde me net dat je weer voor Glory gaat vechten. Ja, maar dan moet ik nog een beetje geheim houden. Dat heb ik tegen jou verteld, maar ik mag dat nog niet tegen iedereen vertellen. Maar ik moet als het goed is in augustus waarschijnlijk in Las Vegas vechten. Ik had het al gelezen, dat is geen geheim meer. Het gaat goed komen. En, ik ben vandaag met onze jonge Typhoon hier, en, Typhoon Uskan. Hij is aan de binnenhand, toernooi aan het vechten. Eerst play gewoon op kou. Typhoon, hè? Ja. Hij moet straks tegen... Aziz Kala. Oké, en is dan een titelgevecht ook? Of super fijn? De winnaar die gaat door naar de hoofdtoernooi van de Infusion. Oké, dus niet vanavond dan? Andere... Ja, vanavond is... Vanavond is gewoon de hele toernooi? Ja, vanavond is het toernooi. Degene die wint, die gaat naar het hoofdtoernooi voor de grote prijzen gaan. Dus, Oké, nou, veel succes jij in ieder geval. Nee, ik hoop dat je wel meer gaat kickboksen, want ik hou niet van boksen. Oké, ik hoop dat ik een goede contract krijg met boksen. Jawel, ik gun het je wel. Nee, maar ik gun het je wel hoor. Dus gun... Hey, dankjewel, Oes, trainers. Ja,
We had the experience and feel of Stetty from Morocco. It's a Duarte from K30.